23 maart 2012. En ik wil graag een kort filmpje maken over Iquitos en Arco Iris. We kijken hier uit op een zijtak van de Amazone. De Amazone die Iquitos aan de linkerzijde direct passeert. Maar dit is dan een zijtakje. Iquitos zelf ligt helemaal ingesloten in water. Ik sta hier op wat hier genoemd wordt de boulevard. Dat is het uitgaanscentrum eigenlijk, of wat, boulevard. Het is hier 's avonds veelal een heel gezellige drukte, tenzij het heel erg hard regent. We zien hier in de verte, links, de wijk Belén. Die echt op het water is gebouwd. We zullen daar straks een kijkje dichtbij gaan nemen. Iquitos kende een bloeitijd aan het einde van de 19e eeuw, toen hier de rubbercultuur heel voorspoedig liep. Later zijn de rubberplantages in het Verre Oosten gekomen en verviel Iquitos in armoe. Aan die bloeitijd herinneren gebouwen zoals daar op de hoek. Zoals elke stad in Iquitos in Peru heeft ook Iquitos zijn Plaza de Armas. En daar staan we nu hier. Met op de hoek een hamburguesa tent. Aris Burger, een begrip in Iquitos. En even verder op de hoek, we zullen het zo zien, een huis wat gebouwd is door meneer Eiffel. Een ijzerhuis, de Iron House. Het straatbeeld van Iquitos wordt vooral bepaald door het gruwelijk grote aantal lawaaiige motorkarren. We zeggen wel eens, de ene helft van de Peru van de Iquitenen vervoert de andere helft in motorkarren. Aan de Plaza de Armas staat een heel karakteristieke kerk. Het merendeel van de bevolking hier is Rooms-Katholiek. En dit is de Rooms-Katholieke kerk. Zondags worden in deze vlaggenmasten, altijd onder militair vertoon, de vlaggen gehesen van staat, provincie en stad. Ik ga nu via de Prospero, de hoofdwinkelstraat van Iquitos richting Belén en de markt daar, die zeer de moeite waard is. Ik loop nog steeds op weg naar de markt door de Prospero. Ik ben nu links afgeslagen vanaf de Prospero en ik ben nu op de markt, zoals je ziet. Er zijn echt veel eettentjes op de markt. Hola. Kip is een favoriet voedsel hier.